Lynn Sione heeft een heel interessante vraag voor leidinggevenden. Wat is je primair team? En het idee alleen al van een primair team vind ik de moeite waard om te exploreren. Want vandaag de dag zijn we in zoveel groepen betrokken. Werkgroepen, projecten, die complexiteit van de organisatie. Wat is je primair team? Wat is de plek waar je je thuis voelt en dat een soort centrum is van al het werk dat je doet in de organisatie? Wel, Sione die heeft even nagedacht over de leidinggevende. En veel leidinggevenden vandaag de dag zullen zeggen dat hun primair team de groep van medewerkers is waar ze dagelijks mee omgaan. De afdeling met andere woorden. En dat is logisch, omdat men nu eenmaal dagelijks bezig is en dan denkt, dit is mijn team. Terwijl Sione zegt, je primair team van de leidinggevende zijn eigenlijk je collega's, je collega-leidinggevende in de organisatie die dezelfde soort activiteit hebben. Zij zijn allemaal leiding aan het geven aan afdelingen. Ieder heeft zijn afdeling. En juist omdat we allemaal dezelfde taak hebben, is dit eigenlijk je primair team. Het is heel moeilijk om van je afdeling een echt primair team te vormen, omdat er altijd nog een verantwoordelijkheidsverschil is. Dan wil ik even uitleggen van wat is nu eigenlijk een primair team. Ik heb er even over nagedacht zelf en ik kom uit op 3 kenmerken. Een eerste kenmerk is dat een primair team wordt natuurlijk samengewerkt. Samenwerking met agendapunten, dat is op dit moment ook al het geval. Er is samenwerking met een gemeenschappelijk doel. Men heeft een vergadering, men gaat coördineren, er zijn bepaalde beleidsopties uit te werken, te concretiseren. Er zijn vraagstukken die moeten gesignaleerd worden enzovoort. Een tweede kenmerk, en dat is veel nieuwer, is dat een primair team is een thuis. En dat is een thuis waar dat je tot rust komt, waar dat je als leidinggevende voelt dat er veiligheid en vertrouwen is om zaken te bespreken. Om je eigen verhaal ook kwijt te kunnen. Je doet een stukje aan persoonlijke ontwikkeling met elkaar en uiteraard ook aan professionele ontwikkeling. Het is een plek waar dat je collega's hebt die je werk begrijpen en die je kunnen volgen daarin. Het zijn dus met andere woorden een soort buddies van je eigen leven. Een thuis van veiligheid en vertrouwen. Dat is het belangrijkste. En van daaruit krijg je dus een steun voor je eigenlijk werk te doen op je afdeling. En die steun, dat is dat die collega's sparringpartners zijn, buddies, coaches. Die durven je bevragen, die durven je adviseren, die durven naar je luisteren. En die kunnen met je overleggen. Dus met andere woorden, die groep, de primaire groep van leidinggevenden, is een soort ruggengraat van je werk. Dat zit achter je, terwijl dat je dagelijks concreet het werk doet met je medewerkers. Wat ik daar nu zo interessant aan vind, is dat we een patroon doorbrekend gedrag stellen als we voortaan ervan uitgaan dat het primair team van de leidinggevende de collega's zijn. Want dat wil zeggen dat je als leidinggevende te investeren hebt in het team van de collega's. En dat de leiding, de directie, dit gaat gaan ondersteunen. Waarom is het patroon doorbrekend? Wel, veel leidinggevenden doen precies hetzelfde met hun eigen afdeling. De klacht is namelijk dat veel professionals zich te veel bezighouden met hun eigen cliënten. Bijvoorbeeld directies in scholen klagen erover dat de docenten of leraren te veel bezig zijn in hun klas met hun studenten. Ze sluiten zich af, met andere woorden. Zorgkundigen, verpleegkundigen enzovoort zijn te veel bezig met hun patiënten. Ze sluiten zich af, ze zijn te individualistisch bezig. In de sales, men is enkel bezig met potentiële klanten. En de leidinggevenden klagen dan van, ze zijn te weinig teamplayer. Ze bekijken hun professionele identiteit te veel in een vakje. Wel nu, precies hetzelfde patroon doet de leidinggevende op dit moment vaak. Men gaat zich de aandacht richten naar de eigen medewerkers, men investeert daarin, terwijl men weinig investeert in de teamontwikkeling van de collega's zelf. Men ervaart te weinig dat die groep collega's een groep is waar men toe behoort en die in het grotere geheel van de organisatie dan ook een belangrijke rol te vervullen heeft. Die groep van leidinggevenden kunnen bijdragen aan organisatieontwikkeling. Er zijn leiderschapsvraagstukken vandaag de dag.
Hoe kunnen we eigenaarschap verhogen bij mensen? Cultuuromslag, strategische keuzes. Dat zijn allemaal vraagstukken die in die team kunnen belanden, waardoor dat de leidinggevende zelf deel worden van dat groter geheel. En dat zal ook de bestaansreden uitmaken van die team. Ze bestaan omdat zij deel zijn van een groter geheel. Dit patroondoorbrekend gedrag, om niet enkel bezig te zijn met je cliënten, maar ook met je team van de afdeling, als leidinggevende bezig te zijn met je eigen collegiaal team, als groep bijdrage te leveren tot de organisatie. Daar word ik zo warm van, omdat dat een patroondoorbrekend gedrag is die onze organisatie zal levend maken. Want zo ontstaat er weefsel. De leidinggevende is eigenlijk voortdurend aan het weven. We zijn aan het weven met elkaar. En zo wordt cultuurontwikkeling gedaan door alle soorten verbindingen op een levende manier vorm te geven. Je niet af te sluiten, maar te investeren in alle verbindingen die eigenlijk al aanwezig zijn, maar moeten opgeladen worden met nieuwe gegevens. Namelijk dat een groep ook een thuis is en je steunt. En daarin zit dan natuurlijk mijn ontwikkelcirkel om leidinggevenden te helpen zich veilig te voelen bij elkaar, zich in vertrouwen, mislukkingen te melden, experimenten te doen, aan persoonlijke ontwikkeling ter harte te nemen. Dus voor de leidinggevende, wat is je primair team? Hoe beleef je dat? Waar in de organisatie voel je je echt thuis? En is het niet de moeite waard om te investeren in de teamontwikkeling van de collega's? En daar misschien bij de directie een punt van te maken.